Welkom bij mijn nieuwe programma Nina op reis. Ik ga voor cheaptickets.nl op pad en nodig iedere aflevering iemand anders uit. We gaan naar een plek die voor mijn gast heel speciaal is en ik wil weten waarom. Want achter ieder vliegticket schuilt een verhaal. Hallo, ik ben Nina en ik heb mijn eigen zonnebril uitgebracht en vandaag gaan we lekker ergens naartoe. We gaan gezellig op reis. Dit is mijn programma. Hallo. Welkom bij de derde aflevering van Nina op reis. Yes. En waar gaan we heen vandaag? Ik heb het al gezien. We gaan naar, jawel dames en heren, Londen. Woehoe! Hey! We zijn er. In Londen. Jazeker. Ik kwam erachter dat ik jou nog helemaal niet had voorgesteld. Oké, okay, nou doe het eens een keer. Hoe kennen wij elkaar? Zijn wij hier samen? Wij zijn hartstikke verliefd op elkaar, al 7,5 jaar. Wij kennen elkaar van de middelbare school sinds dat we 15 zijn. En nu hebben we ook wel regelmatig seks. En andere mensen kunnen jou ook kennen van YouTube. Ja. Instagram. Ja, Calvin. Blonde kopjes hier verschijnen. Ja. Maar we gaan de rest van de mensen meer over ons vertellen. En dat doen we tijdens het ontbijt. We zijn met de Farm Girl. En wat misschien leuk is, jij komt van de farm. En jij bent een girl. Weet je eigenlijk waarom we in Londen zijn? Waarom in Londen? Ja. Ja. Omdat Londen fucking leuk is. En? En omdat we ook in Londen zijn geweest. En weet je nog waarom we in Londen toen zijn geweest? Weet je nog wanneer we naar Londen gingen? Nee, ik heb echt geen idee meer. Ik denk dat het misschien ook een beetje mannen ding is dat we niet meer weten. Want het was toen eigenlijk uit tussen ons. Echt? Ja, toen heb je me meegenomen in december. Oké. Okay. Nou, wat leuk. Ik heb een goed vrouwengeheugen. Ja, ik niet. Ik ben net helemaal weer kwijt. Wat hebben we allemaal gedaan toen? London Eye. Zijn we in London Eye geweest? Dat was toch ongeveer. Dat was dat. Wat is denk je het geheim dat we zo lang nog bij elkaar zijn? Het geheim dat wij zo lang bij elkaar zijn is denk ik dat we elkaar vrij laten. Maar niet tot op zekere hoogte. Ja. En dat we gewoon eerlijk zijn en zeggen wat we denken. En niks opkroppen. En gewoon elkaar ook niet. Soort van, dat hele relatieding niet te serieus nemen. Ik denk dat dat misschien wel goed is. Dat wij, als wij dat hele relatiestuk. We nemen onze relatie wel raar, hè? Nee, maar we nemen onze relatie wel serieus, maar we maken het niet soort van belangrijker dan het is. Zo van, we zijn gewoon samen en we hebben het gewoon gezellig. En we genieten van elkaar en we hebben ook een relatie. Maar het is niet dat we doordat we een relatie hebben in één keer allemaal dingen van elkaar verwachten. Ja, oké, dat is wel een goeie. Maar dat is een beetje hoe ik erin sta. Dus als je nu één tip mag meegeven? Dan is dat dat je latexpakjes voor elkaar moet kopen. Heerlijk genoten. Ja? En ook van het eten. Goed zo. Het enige wat je nog een beetje kon herinneren van Londen was? De London Eye. Ja. Dus om weer een beetje in hetzelfde gevoel te komen, gaan we nu naar de London Eye. Let's go into the Ferris wheel. Rechts, links. Mate, bruv, hierheen. Rechts. Kijk even deze ruimte. We zijn er. En er gaat niemand anders mee. Kom maar. Gaat niemand mee? Daar moet ik toch een beetje romantisch houden. We zijn er met z'n tweeën. Hele dingen ownen we nu. We kunnen zelfs een rondje op een bank rennen. Je kan alles doen wat je wil. Ik kan een trucje. Dit is het uitzicht van de London Eye. Mooi uitzicht. Mooi uitzicht, hè? Een stuk staal. Waar je ongeveer 5 jaar geleden, denk ik? Ja. En waar denk je dat we over 5 jaar zijn? Ja, dan is ons leven misschien iets minder turbulent. Mm-hmm. Zijn we iets meer gevestigd? Ja. Heb jij misschien wel een hele dikke buik met daarin een kind? Je weet maar nooit. En daar zijn we nog steeds samen. Morgen gaan we dus een wateractiviteit doen. Oké. Okay. Maar ik ga nog niet zeggen wat. Hoe heet dit water? Triviant vraag.
Een quizvraag. Dat komt nu in beeld. Is het de Thames? De Thames, hè? Ja. De Thames. Lekker. Ah, je wist het niet. Niet in mijn neus. Je kan het nooit gewoon normaal serieus tegen me doen. Nee. Maar? Maar? Dankjewel. Voor het leven. Mm-hmm. Voor het feit dat je mij accepteert om wie ik ben. En bedankt voor deze reis tot nu toe. Ja. Want we gaan nog veel meer leuke dingen doen. Bagel Bake Brick Lane Bakery. Ja, het ziet er misschien een beetje skeer uit, maar het is wel druk en dat betekent vaak wel iets goeds. Oké. Okay. Laten we naar binnen gaan. Let's go! Lekkerste was salted beef, bagel. Hij is in ieder geval goed gevuld. Kijk dan, ik heb met fucking augurk, man. En mosterd. Nou, smakelijk eten, lieverd. Proost. Oh, no. Proost op vlees. En, wat is er vanavond? Tottenham Ajax, halve finale, hier, waar we niet naartoe gaan. Ja, waar ben jij wel een beetje fan van? Van jou en van Ajax. En van Ajax, ja. En we gaan eigenlijk vanavond in een pub kijken, in een Nederlandse pub. Helaas. Want we dachten dat is wel gezellig met Nederlandse, nog meer Nederlandse supporters. Ik voel een maar aankomen. Maar ik ben natuurlijk wel best van één keer op de hele wereld. En ik heb even wat belletjes gemaakt. Ja. En even berichtjes gestuurd. En als dit een grap is, dan vind ik het. Je zit in matenaaier. Ik heb 2 kaartjes geregeld voor vanavond. Ga ze zo ophalen. Hoe regel jij kaarten? Is het echt waar of is het een grap? Ja, het is echt zo. We gaan ze zo halen. Ik kan ze nu niet laten zien, maar we gaan ze zo ophalen. Beloof je dat? Echt? Niks meer. Ja, dat is fantastisch. Dankjewel. Wat is het geworden? Het is 0-1 geworden voor Ajax. Yes, dus je bent wel een beetje goed gestemd. Ja, ik werd met een blij hoofd wakker. Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam. Goed zo. Ajax Amsterdam. Wij hadden allebei wel een beetje van adrenaline. En ik had gisteren natuurlijk al een beetje iets verklapt. Toen we uit de London Eye aan het kijken waren op het water. Op de Thames. Wij gaan namelijk samen op een speedboot over de Thames. Lekker. Ga ik nu in het water springen. Dag allemaal. Doei! Help! Ja, laten we lekker achter. Dat heet comedy, dames en heren. Welkom. He's in his helicopter, look, above us. That's James. Dit is Pieper, maar we gaan nog heel lang staan. Oké, hoe was het? Het ging harder dan ik dacht. Het ging heel hard, hè? Ja, het was echt cool. Hoe vond je de boot? Fantastisch. Het ging zo. Het ging echt harder dan verwacht, hè? Eerst gingen we rustig en toen ineens zeiden ze, hold on tight. Toen gingen we zo. En toen jouw hoofd zo. Ja, dat heb je gezien. Ja. Ik heb een beetje trek gekregen ervan. Ik ook, en ik moet heel nodig zeiken.
Nou, dan gaan we dat even regelen, toch? Oké. Nog steeds hype. Waar wij nog meer van houden samen, naast reizen, is seks. Een wijntje op z'n tijd. Of een drankje op z'n tijd. Ja, een drankje op z'n tijd. En wat ook wel grappig is, weet je nog welke serie de allereerste serie was die wij samen gingen kijken? Breaking Bad. Nou, heb ik toch echt even wat leuks voor jou bedacht. Hoezo? We gaan namelijk de Breaking Bad cocktail experience doen. Nice. Dat gaan we Walter nu doen. White, Jesse, let's go. Yo, Mr. White. Yo. Yo, Mr. White. Fucking hard, jongen, dit. Zeg? Oh, oké. Oké, we moeten dus een suit aan doen. Gaan we hier in deze zitten? Zijn er. Waar gaan we zitten? Hier? Laten zijn we er. In de RV. Het ruikt in ieder geval wel naar alcohol. Proost. Wel sterk. Wel lekker. Het is heel spannend. Let's cook. Halleluja. Cheers. En halleluja. Op het leven. Op Walter White. Mr. White. En we gingen hier doen, dan kwam allemaal wolken uit. Gatorade, bitch. Bloom, 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 bloom. Dat is de intro van Breaking Bad. Voor het geval dat je dacht dat ik manisch was, nee, dat is gewoon de intro tune van Breaking Bad. Ik ben wel een beetje dronken. Oké. Ik heb wel weer een beetje trek gekregen van die cocktails. Trek? Je hebt altijd trek. Ja, maar we hebben ook hard ons best gedaan, Kel. Oké, nou ja, gewoon of heb jij niet alles gegeven? Jawel. Maar ik ben vooral een beetje dronken. Maar verder gaat het hartstikke goed. Oké, we gaan pizza eten, goed? Oké. Tafel is een pizza. Kel? Ja? Dank je. Gewoon top. Ja? Ja. Ik vond het de leukste cocktailcursus die ik ooit gedaan heb. We gaan nog één ding doen. Oh. Een romantisch ding. We gaan nog even wat typisch iets doen wat toeristen altijd doen in Londen. En dat is? Op een Engelse bus gaan. Oké, gaan we dat even doen. Oh, wat doe je? Wat is dit? Wat doe je nou? What the fuck? Wat doe je nou? Dit kan je toch niet maken? We gaan even lekker met het openbaar vervoer. Ga lekker met het openbaar vervoer. En dan? Gaan we onze laatste activiteit doen in de bus. Dat is ook openbaar vervoer. Dat is ook openbaar vervoer, maar dat is een seat sign. Sightseeing. We moeten bij Highbury in Islington eruit. Die staat er niet op. Hopelijk. Daar gaan we. Ons laatste ding. In Londen. Niet ons laatste ding ooit. Dat zou heel spijtig zijn. Zou je nog een keer naar Londen gaan? Ja, zeker. Het is al een tijdje geleden dat wij in Londen zijn. Of dat ik überhaupt in Londen ben geweest. Ja. En ik vergeet steeds een beetje hoe fucking prachtig deze plek is. Ja, ik ben ook weer een beetje verliefd geworden op Londen. Goed zo. Oh, daar gaan we.
Well, good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Welcome to See London by Night. It is night and we're going to go and see London. So hopefully that's what you wanted. Juist. My name is Shay, I'll be your guide for the evening. Top. Hello there. Oh, there is he. I know I don't look like I know very much, but don't worry, you're in safe hands with me. Sight very shortly is the Royal Albert Hall, one of the world's most prestigious concert venues, and events take place here nearly every night of the year. Mijn grote liefde Gel. Hallo. Ik vond Londen mega leuk. Vond jij het een beetje leuk? Ik vond het ook weer fantastisch. Het was natuurlijk de stad waar wij weer de liefde hadden gevonden. En ik ben nu nog steeds weer een beetje meer verliefd op jou geworden. Nou, ik ook op jou. Voor nu was het de allerlaatste aflevering Nina op reis. Maar wil je nog meer afleveringen? Like, comment en deel het met iedereen. En misschien maak ik er nog wel 100 meer. Doei doei! Doei. Ik heb mijn hoofd gelicht.